Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Een wijs man zei ooit tegen ons, als je aflevering nummer 4 haalt, dan? Dan doe je het echte werk. Ja, nee. Bij ons is een beetje het gemiddelde dat we 80-90% haalt aflevering 4 niet. We zitten op 4, dus we hebben het gemiddelde. In die zin hebben we het eerste succesje behaald. Eerste succes is behaald. Nu gaan we door. En volgens mij vrij soepel. Dus het is af en toe een beetje plannen met elkaar. Maar volgens mij is het wel leuk om te doen. Ja, druk agenda's, gaatjes vinden. Maar dat... komt goed. Dus, en we zitten er middenin, dus echt veel voorbereidingstijd kost het ons ook volgens mij niet. Nee. Hey, vorige keer dat we zaten, had je een belofte gemaakt over de hackathon en de aankondiging daarvan. Is dat gelukt? Het is gelukt. We hebben eindelijk een datum, 13 oktober. En dan gaan we aan de slag. Ja. Dus en wat gaan we doen? Nou, we hebben plek voor ongeveer 25 mensen. En dan gaan we samen met die mensen gaan we een chatbot bouwen. Je kunt inderdaad als je eigen team, krijg je van ons een OpenAI key. Daarmee kun je gebruik maken van al hun API's en wat je zou willen gebruiken. Mm-hmm. Maar als je eigen tooling wil gebruiken, kan dat natuurlijk ook. En het doel is dat je in principe een chatbot bouwt met AI. Of je nou OpenAI gaat gebruiken of je eigen Llama-model of misschien... Een model via Hugging Face, wat voor de kalf hadden. Als je iets leuks vindt dat je die gebruikt, maakt niet uit. Maar ja, het idee is om met elkaar bezig te zijn met AI, een beetje sparren. Wij als Enrise zullen ook rondlopen. Een beetje ideeën opgooien en kijken waar mensen mee bezig zijn. Ja, leuk. En als ik dan een chatbot, ik ben regelmatig, kom ik chatbots tegen. Die zijn nog niet echt AI gedreven, de meeste. Wat verstaan we daar dan onder? Ja, er moet een large language model achter hangen, is het idee. Dus het is niet dat je tegen een standaard ruleset aanpraat van oké, hij stelt nu deze vraag, dan moet ik dit antwoord geven. Maar het moet gewoon generiek zijn. Er moet een normaal antwoord uitkomen, zoals wij nu gesprek hebben. Dat je zo'n soort gesprek zou kunnen voeren met die chatbot. En misschien over een bepaald onderwerp. Ik ga kijken of ik er een kan maken over Enrise exclusief. Mm-hmm. Dat inderdaad over Enrise alles kan beantwoorden. Maar misschien dat onze gasten denken, ik heb een bepaald onderwerp waar ik graag een chatbot voor wil bouwen. Dat ze dat doen. Er zijn bedrijven die bouwen bijvoorbeeld voor een documentatie een chatbot. Of misschien wel voor hun mooie app of iets. Dat ze daar een chatbot die vragen kan beantwoorden voor bouwen. Dus het zal maar net zijn wat ze bedenken. En jij noemt net een reis op. En hoe pak je dat dan aan? Wat heb je daarvoor nodig? Data, ja. Dus wat natuurlijk belangrijk is om data te verzamelen. Enrise heeft natuurlijk best wel een ruime website waar we ook heel veel artikelen schrijven. Tech plus more. Dat is natuurlijk onze subscription. En daarbij maken wij artikelen over verschillende technieken. Dingen waar wij tegenaan lopen als bedrijf. Hoe wij met situaties omgaan. En dat soort dingen. Of soms juist de diepte in. Van deze techniek, zo zou ik het aanpakken, et cetera. Wij hebben de schrijven dat al sinds volgens mij 2011 uit mijn hoofd. Er zijn honderden artikelen. Dus ik heb nu in Python heb ik even een scriptje geschreven. En ik heb de hele website gescrapt om al die teksten te krijgen. En nu moet ik dat gaan omzetten in een dataset voor een model. In een vector database om... Ik moet even kijken of dat ik vector database ga gebruiken of dat ik inderdaad gewoon een dataset bouw waar ik op ga fine-tunen. Ja, oké. Daar moet ik nog even naar verkennen wat voor mij het beste werkt. En nog één keer de datum? 13 oktober. En hoe meld ik me aan? Via de meetup link. Dus we hebben op verschillende social media hebben we een linkje gepost. Daar kun je hem heel makkelijk vinden. En als je op Meetup zoekt naar Enrise AI of Enrise, dan kom je er ook achter. Nou, leuk. Ik zal er ook bij zijn in ieder geval. Nice. Hey, en met het ontwikkelen van AI tools en applicaties bovenop large language models kom ik ook vaak LangChain tegen. Ja. Kun je dat misschien nog even toelichten hoe dat werkt? LangChain is eigenlijk een beetje een van de eerste frameworks, zou je het eigenlijk kunnen noemen, die gelijk rekening is gaan houden met wat ik al vanaf eigenlijk het begin verkondig, agents. Ja. Dus intelligent agents versus één grote AI.
En zij bieden daar eigenlijk een hele toolset voor, zodat je inderdaad agents aan het werk kan zetten, zelf kan programmeren, die bepaalde tools gebruiken om zo het doel te behalen. Dus dan krijg je inderdaad een AI die zelf kan gaan beredeneren, die zelf beslissingen kan gaan nemen. En dat terwijl jij wel over de, nog steeds achter de controle zit. En de agents die als het ware inderdaad de chain, de ketting met elkaar verbonden zijn. Ja. En afhankelijk van het moment of type vraag welke agent er wordt ingezet om iets op te lossen. Ja, precies. Dus ze kunnen inderdaad gewoon, ze hebben in principe de kennis welke agents er zijn. En ze kunnen beredeneren, oké, ik heb nu deze vraag, heb ik nu beantwoord. Oké, dan ga ik het nu doorzetten naar de agent die de volgende beslissing neemt. Of ik heb meer kennis nodig over een bepaald onderwerp. Oh, dan ga ik het aan die andere agent vragen. En op die manier kunnen ze zichzelf beredeneren, hun eigen vragen beantwoorden. Of misschien inderdaad elkaar versterken in het beantwoorden van de vraagstuk. En de een duikt misschien een dataset in, terwijl de ander gaat surfen op internet. En precies, de ander doet een e-mail sturen of iets. Dus ze hebben eigenlijk allemaal aparte skills. Dus je hebt een soort marktplaats, zou je het bijna kunnen noemen, waarbij je verschillende tools kan selecteren. En die kun je toepassen. En hoe werkt dat framework dan? En waarom is dat dan belangrijk om daar gebruik van te maken? Nou, het is natuurlijk een framework. Dus theoretisch zou je het zelf kunnen bouwen. Maar het fijne is dat zij in principe het voorwerk doen. Dus zij maken het voor jou gemakkelijk om het in elkaar te zetten. Dat is natuurlijk wel fijn dat je niet heel druk bezig bent met het bouwen van het wiel, terwijl het wiel al is uitgevonden. En zij zijn daar een beetje de eerste in die dat echt grootschaals uitbrengen. Waarom zou je het willen gebruiken? Het is nu al best wel goed gedocumenteerd, wat heel fijn is. Mm-hmm. Er is al heel veel mogelijk. Als je door die marktplaats heen scrolt, dan kun je blijven scrollen. Er is heel veel mogelijk qua connecties met externe partijen. Zoals Google, dat die mail kan checken, dat die documenten kan checken. PDF-bestanden die je kunt uploaden, CSV-bestanden, noem maar op. Ja. En die kunnen die allemaal toepassen. Dus het fijne is dat zij eigenlijk gewoon heel ecosysteem al hebben ontwikkeld, dat jij makkelijk kan toepassen voor het bouwen van je applicatie. Dus het is en makkelijker en een soort van kickstart die je dan hebt om om even snel echt een volwaardige applicatie snel te kunnen opzetten. En de ChatGPT of OpenAI kwam vorige week ook met een update of het fine-tunen van verschillende modellen. Ja. Volgens mij gaat het over om het voeren van data. Hè? Dat je dan op basis daarvan het model kunt fine-tunen. Ja. En hoe werkt dat precies? Het fine-tunen is in principe dat je het model vertelt hoe hij zou moeten reageren op een bepaalde vraag. En van die informatie die je aan hem geeft, dus die dataset die je aan hem geeft, kan hij leren, oké, dus dit onderwerp zit zo in elkaar, heeft deze. In principe hoe je de data geeft, is je stelt een vraag als een gebruiker en je geeft het antwoord dat hij zou moeten geven. Dus je kan in principe een soort eenzijdig dialoog voeren. Mm-hmm. Dat voer je aan de chatbot of aan het chatmodel. En dan kan die dat hergebruiken. Dus als jij bijvoorbeeld een bepaald context wil geven. Laat zeggen, je hebt een bedrijf wat nog niet bekend is binnen OpenAI. Ze hebben natuurlijk heel veel data, maar niet elk bedrijf kunnen ze erin zetten. Ja. Dan kun je je eigen informatie als het ware fine-tunen binnen dat model. Dus je model jouw bedrijf aanleren als het ware. En op die manier kun je dus vragen gaan stellen over jouw bedrijf. En dan weet hij wel meer context om dat bedrijf heen. Ja, als ik dat even praktisch bekijk, ik zou in theorie een Excel-bestand kunnen maken met rijen aan voorbeelden van wat het bedrijf of mijn bedrijf dan zou doen. Dat kan ik dan in een bepaald format kan ik dan voeren aan het model via een API-achtig iets. En dan kan ik het daarna gebruiken in het model hoe ik het wil gebruiken. Hè? Ja, dat precies. Je daar altijd rekening mee houdt met die data die ik dan verzameld heb. Ja, dus je hebt in principe een bepaald dialoog dat je moet voeren. Dus in principe op de OpenAI, als je bijvoorbeeld de OpenAI zou willen gebruiken, dan hebben ze een hele beschrijving ervan. Mm-hmm. En ze werken in principe in JSON. Dus dat is een soort, je kunt het in principe in CSV doen en dan of in je Excel-bestand. En dan kun je dat uiteindelijk exporteren. En volgens mij kun je daarna inderdaad ook selecteren. Dus je kunt nog steeds het normale model gebruiken. Maar je kunt ook zeggen, ik wil mijn gefine-tuned model gebruiken die dan altijd... In principe, je upload je bestand en dan is het... ik heb het bestand geüpload. Ga nu fine-tunen op dit bestand. En dan krijg je van OpenAI je model terug. Oké, je kunt nu dit model gaan gebruiken. Ja. En heb ik ook nog het custom instructions wat live gekomen is? Ja. Heb je dat al gebruikt? Jazeker. Ja. Ja, de OpenAI is natuurlijk ChatGPT langzaamaan nog steeds aan het uitbreiden. Nu hebben ze de custom instructions. Dus nu kun je in principe een soort voordialoog invoeren met de chatbot. Waarbij je dus kan vertellen, oké, ik wil dat je mij aanspreekt met mijn naam. Mijn naam is Jeffrey, spreek me daarmee aan.
Ik ben, bij wijze van spreken, ik wil dat je korte antwoorden geeft, maar wel altijd to the point. Dus dat je wel de juiste antwoorden geeft. Dus het moet kort, maar het zorgt wel dat alle informatie erin staat. Ja. Je kunt voorinstructies geven. Dus dat is natuurlijk super handig als jij normaal altijd, ik ben D&D, ik wil dit onderzoeken, ik ben hiermee bezig. En als je dat als voorinstructie kan invoeren. Als hij vooraf rekening had met vooraf gedefinieerde punten die je mee, dat hij wil dat hij meeneemt, kan dat. Dus even na twee vakken zie ik staan. Ja, dus, Je kunt inderdaad aangeven, meer context van wie ben je, wat doe je en waar ben je mee bezig. Ja. En een beschrijven van hoe moet hij reageren. Ja. Dus ik heb inderdaad ingevuld dingen als ik wil dat je kort maar reageert. Dat je wel to the point bent, wel alle key points benoemt, maar dat je wel alles in gedachten houdt. Je moet meer van feiten houden dan van fabeltjes. Dus je moet inderdaad meer to the point zijn over dit is echt, dit klopt. Dan dat je zelf wat gaat hallucineren. Dus op die manier heb ik dat een beetje ben ik aan het experimenteren wat daar fijn is. Dus als ik af en toe wat creatief wil zijn, dan moet ik hem misschien juist wat meer loslaten. Zodat ik wat dan kun je daarin zetten. Je mag creatief zijn, kom met extra ideeën. En je mag afwijken van mijn instructies, maar onderbouw dat wel. Dat en is het meer feiten, meer creatief ook gerelateerd aan de temperature die je dan zou kunnen instellen als je naar de achterkant Ik verwacht wel dat ze aan de achterkant daar dan iets in kunnen tunen. Ja. Al helemaal aan het begin zag ik een keer een video voorbij komen van 4 minuten, gegenereerd door 1 prompt. Ja. Maar van de week kwam ook in video met een eigen AI-tool, dat je gewoon 10 minuten video's kunt maken op basis van een simpele prompt. Ja. En het zag echt wel ook gewoon goed uit. Het is natuurlijk wel, het is AI-werk nog, maar het is volgens mij echt wel de toekomst van hoe we video's gaan maken. Je ziet natuurlijk nu een beetje een soort tweesplitsing daarin. Aan de ene kant zie je inderdaad de AI die volledig zelf video kan gaan genereren. Dat zie je steeds meer, dus dat je gewoon een prompt zet en dat hij eigenlijk unieke videobeelden genereert. Maar wat je ook heel veel ziet, en dat heeft in video dan toegepast, een AI-co-pilot ervan gemaakt, die jou gaat helpen de juiste video's samen te stellen. Dus ze hebben een heleboel stokvideo's, stokfoto's. Volgens mij hadden ze het erover dat ze de miljoenen hebben. Mm-hmm. En de AI is op de hoogte daarvan. En die kun je dus vertellen, ik wil een vakantievideo bij wijze van spreken maken of een reclame voor een vakantie. Een beetje, weet je wat je kunt snorkelen? Ik wil onderwatersport. Dan typ je dat in. Dan komt die met allemaal voorbeelden van wat onderwatervideo's. Kun je eentje aanklikken, slepen. Die heb ik. Ik wil nu de tekst erin hebben. Wat voor teksten zou ik aanraden? Of ik wil een bepaalde voice-over erin hebben. Wil je met een Brits accent? Wil je met een ander accent? Zo kun je dat helemaal met AI een soort gaan fine-tunen. Ja. Het is best interessant. Zeker als je veel content wil gaan genereren. Maar niet de tools heb om dat zelf op te gaan nemen, dan is dit natuurlijk ideaal. Maar dat is vooral wanneer je veel content doet, wil je het relatief makkelijk en snel, dan is dit de beste keus nu al, zeker denk weten. Ik. Maar wil je echte kwaliteit, dan is het misschien nog wel. Ja, het zelf maken is natuurlijk niet altijd beter. Het is beter, want je hebt meer controle erover. Maar als je inderdaad de kwaliteit je misschien iets minder uitmaakt en je zegt, het maakt me niet uit dat misschien een andere video dezelfde beelden gebruikt, dan kun je het in principe prima gebruiken. Meta heeft een Code Llama gelanceerd. Een Code Llama? Dus je hebt natuurlijk Codex, het oude van OpenAI. Mm-hmm. Oh ja? En nu heeft Meta hun eigen Llama-model uitgebracht dat getraind is op code. Dus ik ben benieuwd. Ga ik even uitproberen. Is er nog iets specifieks over taal of niet? Niet specifiek. Het is volgens een tekst is voornamelijk gefocust ook op het debuggen van code. Dus niet zozeer op het genereren, maar meer op het assisteren van ik heb deze code, wat kan ik verbeteren, waar zie je fouten en dat soort dingen. Dus dat is op zich, wat je natuurlijk veel hebt, is dat mensen nog hun eigen code willen schrijven, maar wel misschien die sparringspartner willen hebben. En hoe krijg je je code dan in het model? Ik moet nog even kijken wat de interface is, maar ik verwacht dat ze of het inderdaad al voor je hosten, of dat je het zelf moet gaan hosten. Wat op zich niet heel ingewikkeld zou moeten zijn. En dan kun je inderdaad, dan heb je een sparringspartner erbij. Zoals we dat met ChatGPT eigenlijk ook hebben. Dus ik ben benieuwd wat daar de kwaliteitsverschil in is. Het is natuurlijk weer een ander model, getraind op andere dingen. Ze hebben verschillende modelgroottes, van 7 miljard tot 34 miljard. Dus ik ben benieuwd. Het Witte Huis gaat een AI Cyber Challenge beginnen. Cyber Challenge? Een Cyber Challenge. Met grote tech-giganten gaan ze kijken hoe ze, of net zoals ze gaan een challenge inhouden of in opstarten, waarbij ze eigenlijk het AI-gesprek willen gaan opstarten over cybersecurity, hoe je dat kunt aanvallen. En op die manier de actualiteit brengen naar
leuk dat AI, maar er zit ook een heel natuurlijk vraagstuk achter. Nou, wat is de veiligheid en de gevaren ervan? Wat je natuurlijk steeds meer ziet met de EU AI Act. Nu komt Amerika natuurlijk druk bezig met, met allemaal regelgeving. In China hebben ze allemaal regelgeving. Dus je ziet steeds meer dat iedereen ermee bezig is. Nou, dat het feit dat het Witte Huis daar nu een challenge voor gaat. Maar die had ze al een keer eerder allemaal op een matje geroepen, toch? Om bij een grote bedrijf bij elkaar te komen. Ja, die had inderdaad al gezegd, jongens, we moeten nu al hier komen. Want, het AI is groot, het is eng, wat moeten we ermee? Toen hebben natuurlijk de grote partijen gezegd, nou, rustig aan. Ja, het kan eng zijn, maar we hebben de controle. Nou, nu zijn ze dat dus verder aan het onderzoeken. En inderdaad een challenge van gemaakt om toch ook degene erbij betrekken die er vaak niet bij betrokken zijn. Hmm. Wat je vaak ziet is dat de developers die niet voor de grote bedrijven zijn, dat zijn vaak toch ook wel de hele goede developers. Die zitten dan thuis of die doen freelance werk of iets dergelijks. Ja, die met zo'n challenge kunnen die natuurlijk meedoen. En ja, dat is natuurlijk super interessant, want dan krijg je andere input dan dat je normaal zou hebben van alleen de tech-giganten. Dus dat is ook wel gaaf. Ja, en aanstaande vrijdag zitten we samen, discovery fase. Ja. Sowieso het eerst volgens mij dat we dat samen doen, maar ontstaan vanuit een van onze klanten die had gereageerd op de AI-scan. Ja. Waarin we nu al verdiepend gaan onderzoeken wat precies de vraag is en wat ze willen. Wat vind je zin in? Zeker, ja. Zin altijd. Ja, en natuurlijk nieuwe ervaringen, nieuwe ontdekkingen. Dus dat is leuk. We merken steeds meer dat klanten inderdaad geïnteresseerd zijn in AI, maar niet zo goed weten wat ze willen. Inderdaad, een van onze klanten heeft aangegeven, oké, jongens, wij willen zoiets hebben. Wij willen met AI bezig zijn. Ja. Wat moeten we doen? Hoe werkt het? Wat is het idee? Dus we hebben inderdaad nu een discovery phase met te staan. En daarbij gaan we met hun de diepte in. Oké, jullie willen dit, maar wat moeten we doen? Wat verstaan jullie onder hetgene wat jullie willen? Want zij kunnen misschien wel zeggen, ja, we willen AI. Oké, wat wil je? Ja, AI. Ja, precies. We moeten gaan uitzoeken, wat wil je? Welke stappen we moeten doen. Dat is wel interessant inderdaad. Want zij komen eigenlijk met een soort van, zouden dit als oplossing willen? Maar wat we natuurlijk vaak doen is dat we terugkijken van, maar wat wil je als bedrijf? Waar zie je jezelf over 5 jaar? Waarom wil je Waar sta je voor iets? Hè? En wat is dan precies het probleem? Ja. Want misschien is de oplossing wel niet. En dat is inderdaad een van de dingen die we in zo'n discovery fase tegen gaan komen. Ja, even reflecteren van het totaalproces. Oké, je wil dit automatiseren. Maar moeten we daar wel beginnen? Misschien dat zij inderdaad een bepaalde oplossing willen, maar dat ze beter ergens anders kunnen beginnen om die oplossing eigenlijk al te verhelpen, bij wijze van spreken. Ja. Dan gaan we vrijdag de eerste. Super veel zin in. Ja, ik ook. Dus ik zie je vrijdag, dankjewel. Ja, tot vrijdag. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.